Welkom terug bij mijn FIFA 19 Career Mode met Willem 2. En we beginnen vandaag met een wedstrijd tegen AZ in het eigen Koning Willem 2 stadion. We staan op dit moment vierde. 2 punten achter VVV, maar die hebben al een wedstrijd meer gespeeld. Dus we kunnen naar die derde plaats komen als we hier vandaag winnen van AZ. Wat natuurlijk niet al te makkelijk is. Maar we krijgen wel de eerste kans. Hier via, volgens mij is dat Kolovos. Nou, hij schiet hem toch een beetje wild. Over het doel van Bizot. Zo blijft het daar nog bij 0-0. Til is hier langs. En Til krijgt een aardige kans. Maar Brandenhorst heeft een goede reactie. Dit is mooi gespeeld. Sol door naar Özbilis. Özbilis. Terug naar Sol. Sol door op Özbilis. En dan, dit is uitstekend gevoetbald. En dan is het 1-0. En volgens mij weer die Kolovos. En nu blijft hij wel rustig. Doet het weer met links. Maar ja, dit is een intikker. En Dimitrios Kolovos, die de laatste tijd behoorlijk op dreef is, prikt er weer eentje bij. Heeft toch wel een basisplaats veroverd ten opzichte van Crowley de laatste tijd. En hier is het zelfs 2-0. Nog voor de rust. Het is Anita volgens mij. Of is het... Nee, het is Anita. De linksback, Vernon Anita met zijn eerste doelpunt. En zo zitten we op Rozen in de rust. Tweede helft dan Kolovos. Pakt hij er weer een? Nee, nu raakt hij de paal. Maar dit deed hij wel heel goed. Sol, goed paasje op Afdijay. En dan... Het was ook buitenspel van Afdijay. Dus het hele feest ging sowieso niet door. Maar we hadden de wedstrijd al kunnen beslissen. En dan... Ja, en dan valt hij er ineens in voor AZ. Geen idee wat Brandenhorst daar aan het doen is. Die moet die bal toch aanpakken. Maar hij blijft staan. Hij blijft wachten op die bal. En ja, dan grijpt volgens mij Goedmanson zijn kans. En is het zomaar uit het niks. Nee, het is de Mietje. Zo uit het niks is het 2-1. En dan ziet AZ toch ineens weer kansen. Want hier is Johnson. En die bal valt binnen. Dus ja, ontzettend lange Johnson. En die raakt die bal geweldig. Ja, geen enkele mogelijkheid voor Brandenhorst om bij die bal te komen. Die bal valt perfect binnen. En zo is het zelfs 2-2. Waar wij dus al na een uurtje spelen misschien wel op 4-0 voorsprong hadden kunnen staan. Wordt het dan nog erger? Ja, want daar is Johnson weer in de blessuretijd. Steken nog diep in de blessuretijd. Officiële 3 minuten waren al voorbij. Maar Johnson scoort 2 keer met het hoofd in het laatste kwartier. Is ongenaakbaar in de lucht. En zo pakt AZ hier op ongelofelijke wijze nog die 3 punten. En dan gaan we door met een wedstrijd tegen Heerenveen. Thuis verloren we vrij kansloos van Heerenveen. 2-0 werd het toen. 0-2 dan. Dus we willen hier wat goed maken in het Abel Lenstra stadion. In het noorden van het land. Maar Heerenveen begint voortvarend. Want dit is een prachtige goal. Half omhaal. Ook nog uit een hele moeilijke hoek. Maar Brandenhorst zag die niet goed aankomen. En zo is het daar al 1-0. Door, is het Lammers? Nou, lijkt er niet echt op. Maar het is Zeneli. En dan moeten we daar dus van terugkomen. Sol. Sol. Gaat buitenom. En ja. Dat was toch wel gevaarlijk. Maar Sol raakte die bal uiteindelijk niet goed. Want schiet hem toch behoorlijk voorlangs.
is moeilijk te zien uit dit camera standpunt, maar hij schiet hem echt nog ver voorlangs. Dan Heerenveen weer. En Heerenveen heel dicht bij de 2-0. Maar mazzel dat ik denk Lammers niet meer bij de bal kwam. Dankelui hier mee naar voren. Dankelui, goede bal. En wat een kans voor Afdijai. Nee, Sadiki. Ik ga lekker met de namen. Ah, die bal stuitert een beetje lastig. En dan krijgt Sadiki er net niet genoeg grip op. En schiet hij die bal net naast. En dan toch weer Heerenveen met een grote kans. Kopbal nog, maar Brandenhorst heeft deze. Laatste 5 minuten. Gaan we weer verliezen van Heerenveen. Of is die Crowley? Het is Crowley die het afmaakt. De invaller. Hij maakt het hier goed af. En zo gaan we denk ik toch nog met een puntje naar huis. Helaas konden we geen AZ-actie doen. Laat terugkomen en dan ook nog de wedstrijd winnen. Maar uiteindelijk toch wel tevreden met een puntje. En dan thuis tegen Willem II. Tegen de Graafschap. De Graafschap wat een beetje in een aparte duw voor mijn gevoel speelt. Want het lijkt net een andere club zo. Cambuur of RKC. Maar het is de Graafschap. En hier Hamdoui. En het is 1-0 voor de Graafschap. De Graafschap dat ergens onderin bungelt. Volgens mij 1 na laatste staat. Maar het komt hier wel op voorsprong. Vroeg in de wedstrijd ook. Thomassen. En zo hebben we het de laatste paar wedstrijden toch vrij moeilijk. Maar hier Afdijai met een aardige actie. Eusbilis. Sol. En een goede redding. Van ik weet niet wie dat is. Maar hij hield hem in ieder geval prima. Natuurlijk had wel het voordeel van die hoek. Was moeilijk voor Sol. Dan hier Sol weer. Maar ook dit was net iets te moeilijk voor de Spaanse spits. Die toch wat moeilijker scoort dan in het begin van het seizoen. Maar nog altijd heel belangrijk is. Maar hier bijna 2-0. Maar we krijgen hem vooralsnog weg. Oh, wat een redding naar Van Brandenhorst, zeg. Ik heb het hier in andere video's ook over gehad. Maar ja, zolang die keeper niet met zijn handen gaat slingeren, zo maar te zeggen, dan kan hij hem nog wel eens pakken. Hier ging hij gewoon echt met zijn hand naar de bal en dan houdt hij hem ook tegen. Maar hier is het, ja, 2-0. Keeper uit zijn doel en dat maakt deze ultimate difficulty dodelijk af. Maakt eigenlijk niet uit tegen wie je speelt. Deze bal gaat er altijd in. Dat was in FIFA 18 wel anders. Dan had je vaak nog wel een kans. Maar hier dan. Dit moet de aansluitingstreffer zijn. Maar in twee instanties gaat hij er op wonderwijze niet in. Vooral deze valt me toch wel tegen van Sol. Maar Sol duidelijk niet in topvorm. En dit is toch wel, ja, misschien de bizarste tegengoal van dit seizoen. Wat een ongelofelijke treffer is dit. De hoek is compleet onmogelijk. Maar valt toch nog binnenkant paal binnen. En vliegt er zomaar in. En zo is het 3-0 voor de Graafschap. Een ongekende nederlaag hier staat ons te wachten. Nog wel een aardige poging hier van Sadiki. Maar we verliezen dus met 3-0 van de Graafschap. En ja, en dan gaan we naar de Kuip. Of de East Point Arena, zoals die in FIFA heet. En dat wordt niet makkelijk in de huidige vorm. En we lijken toch ook wel een beetje de aansluiting te missen met de top. Ajax waren we al aardig kwijt. Nou is dat geen schande. En je kan een keer verliezen van een ploeg als de Graafschap. Alhoewel, thuis 3-0 verliezen is toch wel
erg verrassend. Maar ja, als je die doelpunt ook zag, ja. En aan de andere kant, aan onze kant zat dat ook niet helemaal mee. Bal op de lat. En dan de rebound van Sol die er niet in ging. Nou, ook in de eerste helft wat kansen van Sol. Hopelijk dus dat hij zijn doelpuntjes weer weet te vinden. De eerste kans van de wedstrijd in ieder geval voor St. Just. Die hier veel hoger en veel beter bij de bal komt dan welke verdediger dan ook. En even later is daar een redding van Peters. Die vandaag op doel staat. Krijgt de voorkeur boven Brandenhorst. Die toch aardig wat doelpunten heeft moeten incasseren de laatste paar wedstrijden. Zeker de laatste paar thuiswedstrijden. 3 tegen AZ en 3 tegen de Graafschap. Alhoewel, aan de meeste kon hij niet veel doen. Maar toch een keer een mogelijkheid voor de jonge Peters die al een hoge rating heeft. Weer een kopbal. Deze keer is het de andere centrale verdediger, Sven van Beek. Maar ook deze gaat over. En zo overleven het eerste half uur. Maar dan een kopbal van randje 16. En die gaat er dan wel in. Toornstra, geen idee hoe die naar die bal gaat. Hij lijkt wel te zweven. En Peters kan er dan niet meer bij. Die bal ploft fantastisch binnen in de hoek. En Jens Toornstra scoort dus. Nou, Sol doet hij wat leuks. Hij schiet. Dat mislukt. Sol. Usbilis. Ja, thuis wonnen we van Feyenoord. Dus we kunnen ze hebben wat dat betreft. Maar ja, de vorm is anders. En we spelen natuurlijk nu uit. Alhoewel, de laatste thuiswedstrijden zijn niet heel goed gegaan. Dus misschien is het maar beter dat we uitspelen. Voor hier met de poging. En hij lijkt al weg te lopen. Van dat hij denkt dat hij gescoord heeft. Maar een goede ingreep van Vermeer daar. Crowley is er goed langs. Door naar Özbilis. 1 tegen 1. En Vermeer met de redding. En St. Just krijgt die bal weg. Crowley. Voor. Crowley. Naar Sol. En Sol maakt het dan nu wel af. En dit is ook weer een lekker doelpunt. Van Sol. En dit had hij even nodig. En dit hadden wij even nodig. Een prima doelpunt. Van onze topspits. En zo staat hij op 11 doelpunten nu. Sol. Oh, goed balletje zeg op Crowley. Crowley blijft rustig. En dit was een enorme kans op de 2-1. Crowley, die vandaag dus wel weer in de basis begint. Maar ja, scoorde tegen Heerenveen. Dus, en we hebben toch wel wat doelpunten nodig. Al was dat doelpunt tegen Heerenveen pas zijn eerste van het seizoen. Maar deze bal valt er zomaar weer binnen bij Feyenoord. Het is Jurgensen die eigenlijk helemaal uit het niks de trekker overhaalt. Dat leek toch niet echt een kans. Stond nog een verdediger bij. Maar even de herhalingen bekijken. Ja, stond echt een verdediger voor. Nou ging hij naar de grond. Maar Jurgensen haalt fantastisch uit. En geen kans voor Peters daar. Sol maakt hij de 2-2. En dat doet hij weer ontzettend koelbloedig. En zo laat hij het vandaag wel weer echt zien. 2 doelpunten voor de Spanjaard. En zo komen we voor de tweede keer terug van een achterstand. En is er nog een kwartier te spelen. Elhan Koubri. Jurgensen. Zit in de blessuretijd. Jurgensen. Wordt hij gestopt. Elhan Koubri. Krijgen we de bal weg. Kopbal. Die is voor Peters. En zo blijft het hier bij 2-2. En dat betekent dus dat we dit seizoen niet verliezen van Feyenoord. En dat is toch wel een knap resultaat. Het is ook duidelijk te zien dat ze daar niet tevreden zijn in de Kuip.
Feyenoord draait ook een zeer matig seizoen. En dan krijgen we iets bijzonders. Mijn eerste interland als coach. En we zijn coach van Wales. Of Gareth Wales. Want ja, het gaat toch vooal om Bill. Die hier als rechtsbuiten staat. En hier is Bill. En die vindt Sam Vokes. En die maakt de 1-0 van. We spelen tegen Denemarken. EK kwalificatie. Er zijn nog 4 wedstrijden te gaan. Maar ja, het is behoorlijk kansloos. Want Wales heeft tot nu toe pas 3 punten verzameld. Na 6 wedstrijden. Dus het lijkt onmogelijk om ons te plaatsen. Maar toch een Wales, een leuk land om mee te beginnen. En natuurlijk ook wel bijzonder dat je als coach van Willem II ineens Bill onder je hoede hebt. Maar ja, op de een of andere manier ging het niet lekker met Ryan Giggs bij Wales. Dus kwamen ze naar mij toe. Geen idee waarom ze ooit naar mij toe zouden willen gaan. Als coach van Willem II. Maar alright. Ik vond het wel een leuke keuze. Ik speelde ooit met Wales. Dat was FIFA 17. En toen won ik op ongelofelijke wijze het EK. Ik had het eigenlijk elke wedstrijd ontzettend moeilijk. Zelfs de wedstrijd tegen Finland en dat soort dingen. Sowieso het feit dat we gekwalificeerd waren voor het EK was al een enorm wonder. Met verliespartijen tegen Slovenië en weet ik het allemaal. Maar ja, uiteindelijk wonnen we dus dat WK. Of nee, EK was het. Niet overdrijven. Ik won het WK met Denemarken. Daar zijn nog wel beelden van. Dat was ook een mooi avontuur. Vooral een geweldige halve finale toen. En hier lijken we toch nog de 3 punten te stelen in Denemarken. Maar de bal op de paal. En dan stond Robson Kanu, denk ik, buitenspel. Zo eindigen we ons eerste interland met een gelijkspel. Geen slecht resultaat in Denemarken. Denemarken dat nog strijdt om wel naar het EK te gaan. En dan spelen we thuis. En ja, we spelen zowaar in een echt stadion. In het stadion van Cardiff City. Dat dit jaar dus in de Premier League speelt. En daardoor zit het stadion van Cardiff ook in FIFA. En daar speelt Wales meestal zijn thuiswedstrijden. Dus dat is wel leuk. Dat dat stadion nu gewoon in FIFA zit. En de eerste kans is voor Lawrence. Maar die maakt dat heel slecht af. We spelen tegen Zweden. En Zweden dat het nog slechter doet dan wij. Staan laatste in de pool. Toch opvallend voor de, het is het kwartfinalist van het WK. Maar het is ook wel een zware pool moet ik zeggen. Hier poging van Allen. En dat is niet onaardig. Zware pool, want Italië zit er bijvoorbeeld in. En Frankrijk ook. Frankrijk en Italië. Nou ja. En natuurlijk ja, nou ja, landen als Denemarken, Wales. Het is geen onaardige pool. Als Zweden laatste staat, dan zegt dat wel genoeg. Maar hier komt Zweden op miraculeuze wijze op voorsprong. Puur omdat we die bal niet wegkrijgen. Ja, geen idee wat hier gebeurt. Maar het is een eigen doelpunt. En Zweden dus op voorsprong. Maar begin van de tweede helft denkt Bill even. Nou, dan doe ik het zelf wel. En dat is een fantastische treffer van Gareth Bale. Die zijn linker laat spreken. En dat kan hij heel goed. Wegdraaien. Naar binnen. A la Arjen Robben. En ja, geen idee hoe hij hem erin krijgt. Want er staan 4 mensen van Zweden voor. Hij kan het doel denk ik amper zien. Maar die bal vliegt geweldig in de kruising. En geen enkele mogelijkheid voor de doelman. En kunnen we dan die wedstrijd nog winnen? Want Wales heeft dus nog niet gewonnen in de pool.
Hier Ramsey en daar is hij. 2-1. Na een uur gespeeld te hebben is het Aaron Ramsey die de bal ook mooi voorbij de keeper krult. En ja, dat gaat toch ook allemaal in een heel kort tijdsbestek. Maar hier gaat dat even fout. Slechte uittrap en wordt dat afgemaakt. Ja hoor. Tuurlijk. Geweldig lopje van volgens mij is het Marcus Berg. En zo hebben we een klein kwartiertje kunnen genieten van een voorsprong. Hier in Cardiff dus. De spelers staan ook wel heel ver. Stonden bijna bij de middenlijn. Verdedigers, geen idee wat daar aan de hand is. En Berg maakt dit wel heerlijk af. Prachtig lopje. En Hennessy volledig kansloos daarop. Maar ja, dus een blunder achterin. En nog een kwartiertje te spelen. Beide ploegen zullen die drie punten willen pakken. Niet zozeer omdat ze nog kans maken om te kwalificeren, maar gewoon voor de eer. Want Zweden heeft volgens mij ook nog niet gewonnen. Dit ging hem niet worden van Bill, maar die eerste kans was wel groot. Dan laat een paar minuten Bill stuurt Bradshaw weg. Die is ingekomen, dus die is nog fit. Bradshaw terug naar Bill. Nee, hij gaat zelf. En ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Een dramatische poging van Tom Bradshaw. Werd ook wel een beetje vastgehouden, lijkt het. Tenminste, dat lijkt het op. En hier, wat gebeurt hier dan? Chester mist die bal volledig. En gaan we daardoor nog die wedstrijd verliezen? Het zal een van de laatste momenten van de wedstrijd zijn. Maar Zweden nog altijd in aanval. En hier een enorme kans. Maar dan is het uiteindelijk Ben Davis die de bal net van de lijn haalt. Maar ik zou nog even terug terugspoelen. Want je moet even opletten hoe we daar de bal verliezen. Want dat was vrij miraculeus. Natuurlijk dat eigen doelpunt was ook al bijzonder. Maar ik vond dit ook al. Hij trapt gewoon volledig naast de bal. Het is apart. Maar terug bij Willem II. Na twee gelijke spelen dus met Wales. Tegen twee Scandinavische landen. Spelen we hier weer gewoon thuis tegen. Nee, uit tegen Heracles. Ik dacht even thuis, maar Heracles speelt in het uittenu. Omdat dat een beetje clashte met het tenu van Willem II. Maar we beginnen fantastisch in deze wedstrijd. We draaien dus wat stroef in de competitie. Maar ja, een mooi resultaat uit bij Feyenoord. Doet toch wel wonderen. En misschien ook even een weekje rust. En Frans Sol heeft zijn doelpunt alweer te pakken. In de 21ste minuut. Wordt het dan nog uitgebreider. Hier kopbal voor de lijn. Uiteindelijk gestopt. Hier Vermeij. En goede redding zeg van Brandhorst. Maar dan gaat Dankerlui in de fout. Dat had helemaal niet gehoeven. En daar gaat hij ook nog een rode kaart voor krijgen. En dus een penalty met nog een kwartier te gaan. En ja, gaat het dan toch weer fout. Dankerlui probeert die bal over de achterlijn te schuiven. Maar ja, neemt zijn tegenstander daarin mee. Raakt de bal ook niet. Maar Van Nief, die achter de bal gaat staan, schiet hem naast. En zo komen we daar wel heel goed weg. Want ja, als het daar 2-1 was geworden en we spelen met een man minder, dan was het nog een zwaar laatste kwartier. Dat wordt het sowieso wel, want Heracles wil toch wel wat laten zien nog. En hier bijna weer zo'n lullig eigen doelpunt. Maar we komen goed weg daar. Dit is Sol die de bal uitstekend meeneemt en het dan probeert. Maar een goede renning nog. Zo eindigt het in 0-2. Een score die dus al na 21 minuten op het bord stond. Een knap resultaat in Almelo. En dan gaan we naar een thuiswedstrijd tegen Ajax. We speelden dus al uit tegen Ajax eerder dit seizoen. Toen speelden we heel knap 2-2 in de Johan Cruijff Arena. En nu thuis Ajax.
inmiddels wel redelijk weg van de concurrentie. Die lijken wel hard op weg naar het kampioenschap. Natuurlijk inmiddels ook niet zo heel veel wedstrijden meer te gaan. Dus ja, het is wel een iets ander Ajax dan eerder dit seizoen. In ieder geval wat meer in vorm. En we zien hier de opstelling met op zich de grote namen. Opvallend wel Labiat in de basis. Tadic ook wel in de basis, maar als verdedigende middenvelder. Dat is toch wel apart. Maar hier is Labiat. En de poging. Dat is niet onaardig. We krijgen de bal niet helemaal weg, maar uiteindelijk belandt de bal in de handen van Brandenhorst. We hebben trouwens natuurlijk geen Dankelui in de basis, omdat hij geschorst is. Maar daarvoor in de plaats een talent, De Haan, die normaal linksback speelt, maar vandaag dus rechtsback. En hier Koulibaly, die dit seizoen weinig tot spelen komt. Maar ja, aan gebrek aan energie eigenlijk. Bij Aftidjai begint hij vandaag in de basis. En bijna scoorde hij daar dus meteen. Hier een aardige kans voor Ajax. Voor Klaas-Jan Huntelaar. Die de voorkeur krijgt boven Dolberg. Maar het is een midweekse speelronde volgens mij. Dus een aantal spelers aan beide kanten wat vermoeid. Maar hier is het Tadic. Die dus als verdedigende middenvelder deze bal wel fantastisch binnenjast. Ook nog met zijn verkeerde been. Maar hij zet de Amsterdammers dus op 1-0. Eerste helft waar we weinig in te brengen hadden. Behalve die kans dus voor Koulibaly. Maar hier is het 1-1. Maar nee, afgekeurd. Doelpunt was van Frans Sol. Maar afgekeurd door de scheidsrechter. Want dit paasje is net buitenspel. En ja, daar komt Ajax goed weg, want dit scheelde heel weinig. En dan volgt er een rode kaart voor Lunch. Wat gebeurt daar dan? Even kijken, want volgens mij, ja, hij is te laat. En volgens mij was dat Ziyech gaan liggen. En daar is dan de tweede gele kaart. Dan Vermeulen 1 tegen 1 met Onana. Maar Onana krijgt een voetje tussen. En zo blijft het 0-1. Vermeulen weer. De invallen. Een van de jeugdspelers. Sadiki naar Kroeks. En ook hij krijgt een kans. Maar buitenspel. En dit is dan wel wat duidelijker dan Brandenhorst, die de bal niet goed verwerkt. Uiteindelijk komt er wel gewonnen door De Haan. Maar de bal blijft in bezit van Ajax. En weer Brandenhorst die daar ingrijpt. Maar dan de kopbal van De Ligt uit de corner. Ja, dat kennen we wel van De Ligt. Komt ontzettend hoog. En De Ligt maakt er dus 0-2 van. En zo gaat Ajax met de volle 3 punten terug naar Amsterdam. Neemt ze toch al een beetje revanche voor die wedstrijd eerder dit seizoen. Dat ze punten lieten liggen tegen Willem II. Maar Ajax is op dit moment in absolute goede doen. En ook wij kunnen daar weinig aan veranderen. Tadic en De Ligt zorgen voor een 2-0 overwinning voor Ajax. Dan spelen we weer thuis. Maar dan tegen een iets mindere. Maar ja, als je deze goal ziet, dan zou je toch wel zeggen, dit is absoluut topniveau. Het is Fortuna Sittard dat hier op 1-0 voorsprong komt. In de 38e minuut gebeurt dus weinig in deze wedstrijd. Maar ja, dit is wel fantastisch afgemaakt. Een goede voorzet van een speler die we volgens mij probeerde te kopen in de winter. Die Portugees, ik weet even niet meer hoe die heet. Semedo? Nee, ik weet niet hoe die heet. Maar die was toch iets te duur. Aftidjai vindt Kolovos door naar Dekker. Dekker
die misschien wel zijn debuut maakt. Ik denk het eigenlijk wel. Ook hij uit de jeugdopleiding. Crooks, hier de kans. Crooks, hij speelt in de spits. En die bal valt binnen. Frans Sol krijgt rust vandaag. Twee wedstrijden kort achter elkaar gespeeld. En Crooks hier met een beetje mazzel. Ja, we hebben dus geen tweede spits. Want Crooks is eigenlijk een rechtsbuiten. Maar we hebben bij Willem II geen tweede spits. En ja, dus moet er een buitenspeler in de punt van de aanval. Dit is een aardige poging. Een behoorlijke zwabberbal. Maar een goede reactie van de doelman. Maar we zitten in de blessuretijd. En er komt nog een kans. Nee, vangbal van Brandoors. Maar die krijgt de bal niet weg. En bijna in de 93ste minuut valt die bal daar nog binnen. Voor Fortuna Sittard. Maar gelukkig neemt hij geen tijd. Was dat weer Vlijter. Die prachtige 1-0 maakte. Maar we verliezen dus weer punten. Tegen een ploeg die we eigenlijk zouden moeten verslaan. Zeker thuis. Maar ook tegen de Graafschap ging het dus fout. Dan de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Oh, deze is weer kort na de vorige wedstrijd. Maar Sol is weer terug in de basis. En die maakt vroeg 1-0, vierde minuut. Het draait goed weg. Gebruikt zijn lichaam goed. En schiet hem dan hard met links binnen. Ja, in Zwolle wonnen we. Dus thuis zouden we dat ook moeten doen. Maar ja, dat ging tegen Fortuna Sittard ook niet zo makkelijk. Maar het feit dat Sol weer terug is. En Sol lijkt ook weer in vorm. Na die wedstrijd tegen Feyenoord. Is natuurlijk wel een goed teken. Scoorde ook bijna tegen Ajax. Maar die goal werd afgekeurd. Dit is geweldig gevoetbald. En zo komen we op 2-0 voorsprong. En achteraf is het misschien ook niet zo raar dat we niet zo geweldig speelden tegen Fortuna Sittard. Want we speelden voor een groot deel toch met wat onbekende namen. Maar vandaag laten we toch wel weer zien dat we echt wel een aardig team hebben. Want dit is zelfs 3-0. En we zitten pas in de 23ste minuut. En ook dit is weer uitstekend uitgespeeld. En het is de goal van... wie is dat? Vermeulen, denk ik. Ja, het is Vermeulen. Die vandaag aan de linkerkant dan begint. Bal werd wel even van richting veranderd. Daardoor kwam hij perfect in de loop van Vermeulen. En hij scoort zijn eerste doelpunt voor Willem II. Dan Van Krooi voor Zwolle. En dit is toch wel een aardige kans voor Zwolle. Na een half uur spelen. Maar via de karambol gaat hij uiteindelijk naast. Van de Bogert zagen we daar. Centrale verdediger. En volgende kans voor Zwolle. En zo probeert Zwolle wat terug te doen. Maar is dit een prima redding van Brandenhorst. Paal. Kijk, de bal bij Van Krooi. Tweede helft. En dan is het nu wel raak. Het zat eraan te komen. Zwolle kwam meer en meer in de wedstrijd. En hier is het dan 3-1. Natuurlijk nog steeds niet veel aan de hand. Scamaccia met de goal. Klinkt vrij Italiaans. Crooks door naar De Haan. De Haan, aardige bal. Herkansing voor De Haan. Door naar Crooks. Zoekt de linker. Zoekt naar Sol. En dit is een fantastische treffer van Frans Sol. Zijn tweede van de avond. Wat een doelpunt. Een geweldige omhaal. Van onze superspit. Want dat laat hij hier wel even zien. Wat een goal zeg. Ja, ik vergelijk hem af en toe met Zlatan. Niet al te vaak. Maar hier
Dit doet hij wel heel erg mooi. En dit is misschien ook wel het doelpunt van het seizoen. Laat mij weten wat jij het mooiste doelpunt van dit seizoen vond. Al hebben we natuurlijk nog wel een paar wedstrijden te gaan. Maar laat dat in de comments achter. Dat vind ik wel leuk. Om te zien. En misschien ook speler van het seizoen. Maar ik denk dat dat wel vrij duidelijk is. Dat dat Frans Sol is. Hier Kroeks weer. Na een aardige redding van Brandenhorst. Voor heeft hem voor zijn linker. En die schuift hem ook nog even binnen. En zo is het zelfs 5-1. En is dit een evenaring van onze grootste overwinning van dit seizoen. Al was onze grootste overwinning tot nu toe een 4-0 overwinning op Carpi. En dat was in de voorbereiding in de pre-season tournament. Dus ja, die tel je natuurlijk niet helemaal mee. Dit is dus onze grootste overwinning van dit seizoen. In ieder geval in de Eredivisie. Een uitstekend resultaat dus tegen PEC Zwolle. En hopelijk kunnen we dat meenemen naar Woudestein. Wel, daar spelen we tegen Excelsior. Maar Excelsior begint goed. En krijgt daar een enorme kans. Sterker nog. Ja, de bal was nog niet weg. Maar wel een geweldig ingreep daar van... volgens mij Anita. En... zo wordt daar een vroege voorsprong voorkomen. En dat wordt ook voorkomen door Brandenhorst hier. Volgens mij is het Omarsson daar met de kans. Maar geweldige reflex van die doelman. Die toch goed keept de laatste wedstrijden. Zat dus een wedstrijdje op de bank. Toen kreeg Peters de kans. En sindsdien doet hij het ontzettend goed. Doet over het algemeen heel goed dit seizoen Brandenhorst. Özbidlis. Vindt dan Aftijay. En zo komen wij toch wel enigszins tegen de verhouding in. Op voorsprong. Ja, je verwacht niet heel veel van Aftijay uit die positie. Is ook geen geweldige kopper. Scoorde wel volgens mij tegen Groningen ook met dat hoofd. Maar dit deed hij heel goed. En hier Sol. En dat is natuurlijk wel een kopper. En... dit doet hij heel aardig. Maar de bal gaat net naast. Ja, dat scheelt heel weinig. Heel weinig zelfs. Maar het blijft dus bij 0-1. Crowley vindt voor zijn favoriete linker. Scoorde dus ook tegen PEC Zwolle. En doet dat hier weer tegen Excelsior. Nu doet hij het wat beheerste. Geen droog uithaal. Maar een prachtige plaatste bal. En zo scoort voor dus twee wedstrijden op een rij. En komt hij nu op 3 doelpunten. Dat is toch wel opvallend. Want speelde ook gewoon het eerste helft van het seizoen in de divisie. Maar toen bij Vitesse. Dit is een behoorlijke kans voor Sol. Die vandaag dus nog niet gescoord heeft. Na de, had hij een hat-trick tegen... nou ja, 2 keer gescoord tegen PEC Zwolle. En komt hier Excelsior nog. Ja, wat een fantastische treffer zeg is dit. Geweldige uithaal. En Brandenhorst kan daar gewoon niet meer bij. Ali Messaoud. Het is wel in de 89ste minuut. Dus voor Excelsior weinig tijd meer om nog een tweede te maken. En zo winnen we wel in Rotterdam bij Excelsior. En dat is ook een goed resultaat gewoon. Zolang je die wedstrijden, zolang je die punten maar pakt, zou ik zeggen. Natuurlijk een wedstrijd zoals tegen PEC Zwolle, zo'n 5-1, dat is geweldig. Zag ik daar nou dat we eerste stonden in de competitie? Moet nog even de stand... nou ja, laatste wedstrijden pakken we natuurlijk wel weer aardig wat punten. Maar ik zou toch denken dat Ajax nog altijd eerste staat. Ik kan niet even terug spoelen helaas. Maar ik zou graag de stand nog even willen zien. Maar ja, anyway. We spelen hier een topper tegen PSV. Ook nog een Brabantse derby. Uitwedstrijd speelden we 2-2. Dat was ook heel knap met een hele late goal. Vrijtrap onder de muur van Özbidlis.
toch wel een hele, denk, ja, een goal die we lang zullen herinneren. Een van die geweldige momenten dit seizoen. Net zoals normaal van Sol, want die was ook wel bijzonder. Maar hier komt PSV op voorsprong, 25e minuut. En daar gaat toch weer een fout aan vooraf. Dat is een zonde altijd. Maar ja, fouten horen er nou eenmaal bij. Zeker bij een club als Willem II. En als je dan tegen een club als PSV speelt, dan wordt dat afgestraft. Hup, één paasje. En Lozano 1 tegen 1 met de doelman faalt niet. 9 doelpunten voor hem. Toch wel een stukje minder dan Frans Sol. Maar toch. Ramselaar. En dit moet 2-0 zijn van Lozano. Nee, nu blijft hij niet heel rustig. En schiet hij hem eigenlijk recht op Brandenhorst. En dan is Bilis door naar Crowley. Door naar Brouwer. Brouwer. En die scoort. Bij zijn debuut. Want dit is zijn debuut. Victor. Nee, Cedric Brouwer. Scoort. We hebben Victor Philips en Cedric Brouwer. Die ik af en toe door kan halen. Terwijl hier nog een grote kans voor Hendricks. Of is het Angelinho? Ik weet het niet. Ik denk Hendricks. Maar Brouwer dus met zijn eerste doelpunt. En hij maakte dat ook gewoon heel keurig af. Begint dus in de basis. En hier is hij weer. Brouwer met een uitstekende voorzet. En de goal van Kolovos. Nee, van voor. En zo scoort voor. Voor de derde keer. Achter elkaar. En nu met het hoofd. Ook hij is toch niet de grootste. Je zou denken dat zijn prooi voor Sol. Maar die bleef daar een beetje hangen. En voorliep naar voren. Het zit natuurlijk wel in de naam. En dan is het gewoon 2-1. Dan PSV weer via Lozano. En nou ja, daar is het alweer 2-2. In tikker. Nou ja, hij schiet er wel fantastisch binnen. Door Luc de Jong. Ik ben benieuwd hoeveel goals die heeft gemaakt. 5 pas. Dat is niet veel. Voor Luc de Jong. Terwijl we daar volgens mij 4-gever compleet verkeerd zien instappen. En dan profiteren we daarvan. We profiteren hier dus van een fout van PSV. Dat mag ook wel eens. En het is weer Brouwer. Die, ja, nou wat is hij, 16, 17 jaar. Maakt zijn debuut hier dus. Tegen PSV. En scoort 2 keer. En geeft een assist. Wat een droomdebuut. Voor Brouwer. En die gaan we dus nog wel vaker zien dit seizoen. Maar hier is het Pereiro. Die weer wat terug doet voor PSV. En zo is het 3-3. En is het een geweldige wedstrijd. Hier in Tilburg. En daar eindigt het ook bij 3-3. Geen doelpunt van Sol. Maar Brouwer de absolute man of the match. Bij zijn debuut. Ongelooflijk. Ja, ik moest hem erin zetten omdat Afdijay te weinig energie had voor deze wedstrijd. Tegen Ajax had ik nog Koulibaly erin gezet. Die deed niet heel slecht. Maar ja, van Brouwer verwacht ik natuurlijk niet al te veel. Hij heeft wel een redelijke rating trouwens voor een nog hele jonge speler. Daarom geef ik hem ook meteen een kans in een grote wedstrijd. Ik weet niet precies wat zijn rating is, maar in ieder geval in de 60. Net zoals bij Vermeulen en De Haan en Peters. Allemaal talent uit de jeugdopleiding. Die al met een behoorlijke rating in het eerste zijn gekomen. Dit is net buiten spel. Crooks begint vandaag weer in de spits. Kort na de wedstrijd tegen PSV. Ze spelen 2 keer tegen elkaar. Of 2 keer tegen PSV gelijk. En dit is mooi gespeeld. En ook afgemaakt. En zo een vroege voorsprong. Voor Willem II hier in Den Haag. En zo verliezen we dit seizoen niet. Van zowel Feyenoord.
als PSV. En maar één nederlaag tegen Ajax. Dus ja, dat doen we toch wel heel erg knap. En toch wel zeer boven verwachting. Zeker op die ultimate difficulty had ik dat toch niet verwacht voorafgaand aan het seizoen. Ik dacht zelfs, nou ja, misschien hangen we wel ergens onderin. Maar dat valt dus wel mee. Maar hier wel 1-1 voor Rado. En volgens mij is het Zhang die daar scoort. En dat is toch wel een apart verhaal, want die scoort ook in Tilburg eerder dit seizoen. En dit is pas zijn derde goal. Dus twee van zijn drie goals dit seizoen vallen tegen ons. En dat is toch wel... Dan maak ik me altijd een beetje zorgen. Waarom laten wij wel doelpunten door van mensen die eigenlijk nooit scoren. Maar hier is het 2-1 voor ADO. En zo ziet het er sowieso niet zo geweldig uit. Becker. Met de goal. En dan hebben we ineens niet zoveel tijd meer om nog terug te komen in de wedstrijd. Spelen dus wel met een B-elftal. En dat is ook wel te zien. Dit zou een fantastische goal geweest zijn van Becker. Maar hij schiet hem net naast. Raakt hem een beetje op de buitenkant van de schoen. En zo draait die bal net naast de goal. Maar ADO is zeer dominant in de tweede helft. Weer een aardige poging. Van afstand. Maar het blijft nog bij 2-1. En inmiddels in de blessuretijd. Frans Sol. Hij is er ingekomen. En geeft een uitstekende bal. Dekker. Dekker. Oh jongen. Dekker. Ja, ook hij uit de jeugdopleiding. Maar duidelijk minder talentvol dan Brouwer. En zo verliezen we van ADO. En zakken we inmiddels naar de derde plek. Nou ja, daar stonden we al. Ajax heeft de beker gewonnen. En dat betekent omdat we nog maar één wedstrijd te gaan hebben. En dat is opvallend genoeg tegen de verliezend bekerfinalist. Namelijk FC Emmen. Emmen dat ja, in de Eredivisie niet zo geweldig draait. Iets van 15e of 16e staat. Maar dus wel de finale van de beker haalde. En ja, daar maar 2-1 verloor van Ajax. Dus vallend knap gedaan. En ook in de Eredivisie speelden we eerder dit seizoen tegen Emmen. En toen verloren we met 2-0. Dus op de een of andere manier. Emmen heeft volgens mij maar anderhalve ster in FIFA. Op de een of andere manier is het toch wel een ploeg met ja, behoorlijke kwaliteiten. Want ze scoorden toen ook prachtige goals via Wouter Marines twee keer. Maar het gaat vandaag vooral om het plaatsen voor de Europa League. Want dat is absoluut een mogelijkheid. Laatste speeldag dus. Maar we komen hier op achterstand. En we zijn hevig in strijd. Ik zou eigenlijk de stand nog een keer willen zien. Maar ja, we mogen hier eigenlijk niet verliezen. Dat is toch wel het punt. Anko Jansen scoort hier. Het zou sowieso bijzonder zijn als we twee keer dit seizoen van Emmen verliezen. We verliezen dus niet van PSV en Feyenoord, maar wel twee keer van Emmen. Hier Frans Sol heel dichtbij de 1-1. Maar knap. Gestopt. Ja, niet door de keeper. De bal ging door zijn benen. Maar wel door die verdediger. Dan de corner in. Helemaal vrij. Maar hij krijgt hem er niet in. En zo blijft het bij 0-1. Dan Jonch. Of Launch. Ik weet nog steeds niet precies hoe je het zegt. Sol dan. En Sol maakt het wel af. 69ste minuut. En dit is een hele belangrijke goal. En ja, dit zou ons wel eens naar die Europa League kunnen schieten. Op het moment dat ik deze wedstrijd speelde, wist ik nog niet precies hoe het zat. Maar het is dus zo dat de nummer 3 en nummer 4 plaatsen zich voor de voorronde van de Europa League. Dus de voorronde, niet het
toernooi. Nummer 2 plaatst zich voor de voorronde van de Champions League. De nummer 1 plaatst zich nog voor de Champions League. Anders dan dat het in het echt is. Maar in de FIFA zitten natuurlijk niet alle competities. Maar we eindigen het seizoen met 1-1 tegen Emmen. Toch enigszins teleurstellend. Maar we houden die derde positie vast. Heerenveen wordt vierde. VVV vijfde. Toch opvallend. En dan pas Feyenoord AZ tiende. Ja, Emmen eindigt de 16e. Maar we winnen niet van Emmen dit seizoen. Ook van de Graafschap, dat 17e wordt. Verloren we thuis met 3-0. Tegen Fortuna Sittard speelden we gelijk. Toch opvallend hoe we tegen die mindere clubs toch niet wonnen. Maar al met al hebben we natuurlijk een geweldig seizoen gedraaid. Juventus wint de Champions League. En Real Betis wint verrassend van Chelsea in de finale. En wint de Europa League. Waar we dus volgend jaar, dat is nu een feit. Nou ja, we doen nog niet echt mee aan de Europa League. Maar we spelen in ieder geval wel een voorronde. Dus we spelen in ieder geval Europees voetbal. Minimaal 2 wedstrijden. En hier de situatie met Wales. Die sinds ik aan het roer ben gekomen niet echt verbeterd is. En de topscorers van de Eredivisie. Sol eindigt op een derde plaats met 16 doelpunten. Bergwijn wordt topscorer. Maar Sol geeft ook nog eens behoorlijk wat assists. Hij eindigt op 9 assists. Brandhorst zien we hier terug op een 14e plaats. Dus dat is nog wel een ruimte voor verbetering, om zomaar te zeggen. Zij gaan daar trouwens dat AZ ontzettend veel rode kaarten heeft. Misschien is dat de reden dat ze niet zo'n geweldig seizoen hebben gedraaid. In de Champions League wordt Dybala topscorer. We zien daar ook Ronaldo. Al scoort hij er maar 5 ten opzichte van de 11 van Dybala. En dan krijgen we nog een squad report. We hebben trouwens ontzettend veel keepers nu. Ook nadat we wat spelers gescout hadden uit de jeugdopleiding. Maar voor nu wil ik zeggen, bedankt voor het kijken. Dit was dus het hele eerste seizoen al met Willem II. We gaan het tweede seizoen gewoon weer verder met Willem II. Want ik wil die Europa League wedstrijden spelen. En ik hoop dus ook dat we echt door die voorronde komen. Het wordt natuurlijk wel wat lastiger met een voller schema als we Europa League spelen. Dus daar moeten we wel op letten. En we gaan natuurlijk ook wat spelers kwijtraken. Anita is gehuurd. En Özbilis, die toch wel belangrijk was dit seizoen. Voor de rest blijft het denk ik allemaal wel een beetje hetzelfde. We hebben Sol in ieder geval gecontracteerd voor een langer verblijf. Hetzelfde geldt voor Afdijay. En nog een paar andere belangrijke spelers. Dus op zich moeten we goed zitten. En met een paar versterkingen krijgen we natuurlijk ook wel redelijk wat geld. Omdat we zo hoog zijn geëindigd in de Eredivisie. Met een paar versterkingen. Vooral achterin denk ik. Al hebben we ook wel De Haan. Die de plek van Anita kan opvangen. Volgend seizoen. Die is volgens mij nu, nou ja, dat heb je net kunnen zien. Wat zijn rating was. Ik schat iets van 66. Ik zal het even nog checken. 67 is zijn rating. Hij is 18 jaar. Danny De Haan. Hij zal waarschijnlijk volgend jaar linksback zijn. En kan eventueel ook rechtsback spelen. Dus we hebben wel opties. Maar ik denk vooral centraal achterin dat het wat beter kan. Komt ook een speler op een pre-contract. Volgens mij heet die Oshilaja of zoiets. Hij komt dus gratis over ergens uit Engeland. Dus hopelijk hebben we wat aan hem. Ik weet zijn rating nog niet. Dus, maar ja, we gaan het zien. Volgend seizoen dus weer een hopelijk een mooi seizoen met Willem II. Dus tot dan.